Het Polytechnic College Suriname, PTC, is volgens directeur Robbie Holband tevreden over de eerste groep van 40 studenten die in het jubileumjaar afstuderen. Holband zegt dat onze samenleving meer dan ooit behoefte heeft aan technisch geschoold kader en is ervan overtuigd dat de groep afgestudeerden mede zorg zal dragen voor stabilisatie en verbetering van onze economie. De PTC-directeur vindt ook dat Suriname nog niet zo ver is om het onderwijs technischer in te richten. We zien als land de noodzaak om te investeren in de techniek nog niet in. We zien niet in dat die techniek de sturende innovatieve energie voor onze ontwikkeling kan zijn. Het technisch onderwijs is net zo belangrijk als het wetenschappelijk onderwijs. Het een vult de ander aan. En omgekeerd. En wanneer ik het heb over het technisch onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs, dan hoeven we ons niet alleen maar te focussen op de universiteit, maar dan kijk ik gewoon naar de volledige structuur van ons onderwijssysteem, waarbij je ziet dat vanaf de basis, vanaf het basisonderwijs, het onderwijs eigenlijk gericht is om academici te gaan vormen. De voorzitter van het bestuur van PTC en vertegenwoordiger van MINOC, Ashok Kumar Ambali, zegt dat PTC naar grotere hoogten gebracht zal worden middels hogere opleidingen. Ook zijn we nu op het moment beland waar wij voor de implementatie van de SNTA, de Suriname National Training Authority, gaan uitvoeren. Dat houdt in dat je het Nationaal Instituut zult hebben, het instituut, de NTA, de SNTA, het instituut dat zal gaan over de standards, over alles wat er gaat over het beroepenveld. En we gaan beginnen met de level 1 tot en met level 5. PTC is al bezig met de voorbereidingen te treffen. Het besluit is al met het bestuur en de directie genomen. Dat we beginnen met de voorbereidingen te treffen om die masterstudies in de techniek ook te presenteren aan de kinderen, aan de studenten van ons. Zodat wij ook de level 5 kunnen hebben zoals dat gaat. Nu is het tot level 10 uiteraard, maar wij hebben gemikt tot level 5. Zoals in de Caribbean dat we hebben in Suriname. Ashok Kumar Ambali, voorzitter van het PTC-bestuur en vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs. Hij sprak de afgestudeerden gisteren toe tijdens de diploma-uitreiking van het Polytechnic College Suriname.